Ik ga je nu laten zien hoe je een nagel bij het nagel opvult en ook kunt verlengen met een schabloon. Dit is wat ik heb gemaakt. Wil je weten hoe ik dat heb gedaan? Kijk maar mee. De vorige keer heb ik de nagels kunnen verstevigen met een laagje powergel en daarmee de nagels ook ietsjes verlengd. Nu zijn de nagels uitgegroeid en kan ik ook echt een schabloon gaan zetten. Ik ga eerst beginnen met het uitdunnen van het product wat nu op de nagel zit. Kijk maar mee. Ik begin met boven naar beneden te veilen. En ik ga de totale nagel uitdunnen. Richting de cuticle werk ik altijd van rechts naar links om te voorkomen dat ik in de huid vuil. Je ziet nu dat aan beide zijden lucht zit. Wil ik dat goed kunnen verwijderen, moet ik het gedeelte voor het luchtrandje uitdunnen. Want ga ik op het losgelaten deel veilen, dan zal het luchtrandje steeds groter worden. Dus mijn focus ligt op het gedeelte voor het luchtrandje. Het laatste stukje veil ik met de hand plat. En wanneer ik helemaal klaar ben met de prep, kom ik bij je terug. Ik heb het product zo goed als helemaal verwijderd en ik heb een schabloon geplaatst. Dus nu kan ik een langere nagel gaan maken. Ik ga beginnen met het maken van een tipje. Ik plaats mijn bol op de overloop van het schabloon naar de natuurlijke nagel toe. En ik ga de powergel verdelen. Aan de zijkant van de nagel werk ik met de zijkant van mijn penseel. Let erop dat je goed de zijlijnen van de natuurlijke nagel volgt, zodat je hem goed aansluit. Het is nu tijd om de nagel te pinchen. Voordat ik ga pinchen, ga ik eerst checken of de gel genoeg uit is gehard. Dan zet ik hem in 45 graden op de verlenging bij de stresspunten. En laat ik heel langzaam mijn pinching tool los. En dan zie je dat hij een mooie druk geeft op de powergel. Ik kies ervoor op dit moment om met drie bollen te werken, omdat ik dan meer productcontrole heb. Mijn eerste bol was eigenlijk om een tip te maken. En nu met mijn tweede bol ga ik mijn dikte creëren op de haarlijn. Ik ga dus eigenlijk dezelfde stap nog een keer herhalen. Ik maak van mijn bolletje een pannenkoekje. Ik ga over mijn bol heen om hem mooi weg te blenden in de natuurlijke nagel. Met de buik van mijn penseel neem ik het product mee naar voren om dikte op de haarlijn te creëren. De nagel is uitgehard en nu ga ik hem in model veilen. Voordat ik begin met veilen ga ik controleren of ik niet in de huid heb gewerkt. Ik begin met het corrigeren van de zijlijnen. Ik ga op het breedste punt beginnen. Ik meet of ik recht ben, ik kantel de vel omhoog. En als je op het punt bent waar je zijn wil, stop je in het midden en haal je de vel eraf. Of je eindigt omhoog. Dan ga ik de vorm corrigeren. Ik zet mijn vel er recht tegenaan. Wanneer je tevreden bent over de vorm, kantel je de vel naar binnen. Om op die manier de scherpe hoekjes weg te halen. Ben je klaar? Stop je weer in het midden en je haalt je vel eraf. Cuticle area ga ik aansluiten. Vanaf deze zijde kan ik mijn lower arch bekijken. Ik ga weer parallel werken aan de middenlijn van de vinger. En ik begin op het laagste punt. Let erop dat je je vel recht houdt. Stop met veilen en haal je vel weg. Ga nooit naar beneden eindigen, want daarmee ga je de vorm van de nagel beïnvloeden. En ga je hier het hoekje wegveilen. Nou, de nagel is klaar. Ik heb hem afgelakt met Gel Polish Wildcat. En ik heb een heel klein beetje inleegglitters bij de cuticle gelegd. Kijk je mee naar het eindresultaat? Bedankt voor het kijken en tot de volgende!